Hoi kijkers van Runaway Sway Vlog. Ik ben Eline en ik ga vandaag weer een spel met jullie spelen. Ik ga beginnen aan een serie Among the Sleep. Michael van MacDub Games heeft 2 jaar geleden in augustus volgens mij Among the Sleep serie opgenomen. En ik was meteen verkocht. Ik hou van het spel. Het is horror. We zijn allebei te pussy. Ik ben ook pussy. Michael is pussy. Als je zijn video's hebt gezien weet je dat. Seriously, ik heb om sommige dingen zo in een deuk gelegen dat ik dacht oké, zodra ik überhaupt ga gamen moet ik dat spel ook spelen. Hoe is het zo dat ik heb Among the Sleep al geprobeerd te spelen. De eerste keer heb ik heb het opgenomen voor jullie, maar het is inmiddels van mijn computer al verwijderd. Dus niet vragen of ik die beelden wil laten zien. En ook niet verwachten dat die beelden gaan komen. Had ik dus mijn microfoon uitgezet. Wat ik eigenlijk ook bij Poi had gedaan bij mijn try-out. Maar dan gaat het zinken met geluid. Gaat niet helemaal goed. Van Michael, super lief. Michael MacDub Games, had ik net ook al gezegd. Een video kreeg met 1 uur lang commentaar. Michael, dank je daarvoor. Ik hou van je. Dat noemde dus Michael ook. Van het loopt niet zink. En toen dacht ik, ja dat klopt. Het had hem wel wat tips gegeven. En zo hoe ik dus wel zinken laat lopen. Daarvoor moest mijn microfoon aanstaan. Maar zoals jullie bij Terraria bij het stukje hebben gezien, ik zal mijn try-out video hier ergens in het i'tje linken. Stond het geluid van de microfoon wel aan en overlapte dat. Dat kwam omdat met het programma waarin ik mijn scherm opneem, kon ik niet ervoor kiezen om het geluid van het spel en het geluid van de microfoon van mijn laptop te sync of te scheiden van elkaar. Dus kreeg ik dat gewoon zeg maar door elkaar heen liep. Dus of ik had geluid van mijn microfoon en dat spel, of ik had geen van beide. En dat zal jammer zijn. Nu heb ik het programma wat Michael ook gebruikt en daarmee heeft hij een beetje uitgelegd hoe en wat. Dus nu kan ik wel opnemen. Bij aflevering 2 die ik opnam van Among the Sleep was dat ook zo. Toen bleek dus dat ik het verkeerde station had aangevinkt, dat ik mijn spelgeluid niet had. En ik dacht dat is helemaal niet leuk voor jullie. Want dan hoor ik geluiden en dan ga ik daarop in mijn commentaar. En dan heb je er vervolgens niks aan. Ik hoop dat het goed gaat en dat ik gewoon bij het begin kan beginnen. Anders heb je de intro gemist. Ik begin een nieuw story. Delete current progress. Oké, de controls zijn gewoon WSD, WSAD, Elina, niet de A vergeten. Control voor crawl and stand, space to climb, click to open doors and drawers. En daarvan. Nee, valt best mee. In het begin liep ik ook bij heel veel dingen zeg maar tegenaan. Ik liep in het begin ook tegen heel veel dingen aan. En moest ik iedere keer bij Michael opzoeken. Dat hoeft dus niet meer. Het begin valt te overleven. Ik weet dat ik heen moet. Het is voor mij ook even wennen. Dus ik ben een beetje gewend aan het spel. Het zal misschien niet zo heel spectaculair zijn. Maar ik ben een pussy. Dus ik schrik toch wel van dingen. En ik reageer toch wel op dingen. Ja, wat duurt dat lang dan laden? Press de A-button. To continue. Ja, dat doe ik toch. Nee, press de button. Ik weet het jongens. Ik vind het wel leuk om ook nog op A te drukken. Hè? Of je bent een autist of je bent het niet. Oh ja, dit vond ik zo fancy. Kijk hoe mooi. Ik had al vrij snel door dat dit een glas was hoor. Even spoiler alert. Wow. Kleurtjes. Yeah. Did you finish your drink already? Ja, maar ik wil kleurtjes kijken. Weet je wat, pleur daar meneer. It might break. Ik had ook per ongeluk dit stuk geskipt in de eerste serie. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Ik wil spelen met de telraam. Mag ik spelen met de telraam? Kan ik spelen? Kan ik serieus spelen met de telraam? Hallo? Waarom kan ik? Ah yeah! There and there. Zo minuscule kraaltjes. Ja! Oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pieces. Sst, mama, we gaan spelen. Pyjama. Happy birthday, sweetie. Happy birthday, ik zit in mijn pyjama. Wow, 2 years today. Zijn dit mijn voeten? I think I know a little someone who's ready for some cake. A little someone. Choo-choo. Nom, 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 nom. Here it comes. Dikke buik. Through the tunnel. Choo-choo. Was dat een hap? Nee, dat was geen hap. Boom boom. I'll be right back. Oh, nou ze heeft er zin in. Hè? Nee, hè baby? Nee. What are you doing? Dat hebben we dus helemaal gemist in het eerste. Happy birthday me! No.
Jee. Dan maar met de bal spelen. Hey, Mie. Cadeautje? Look what I found. Cadeautje. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Waarom niet hier? Ik wil hem hier uitpakken. Oh my, how much cake did you have? Ja, dat weet jij beter dan ik. 1 of 2 hapjes. Anderhalf hou ik het op. Heeft ze dat cadeau nu wel? Oh, dat heeft ze er al. Hoe tilt ze mij op? Ze heeft me niet eens vast. Wat? Oh, wauw. Wat kan ik mee praten, hè? Reclame. Hé, maar dit is wel handig voor mij, aangezien ik nogal snel verdwaal. Ik weet nu hoe ik ongeveer moet lopen. Fantastisch. Dat ik dat ook nog zie met licht aan. Niet zo slim van mij dus om eerst mijn... de intro te skippen. Pinguïn poster, roze olifant. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ja, misschien ook niet, hè man? Teddy! Michael, even een persoonlijke bericht naar jou. Je zag dat Teddy erin zat. Mijn vermoedens die waren waarheid. Tilt ze me nu wel fatsoenlijk op? Voor de mensen die de serie van Michael niet hebben gevolgd. Michael dacht dat de doos leeg was. Oh, wow, hebben we ook echt. Heeft Michael dit stuk dan ook geskipt? Of was hij aan het slapen? Oké. Weg, Paul. Weg, Paul. Ik wil naar mijn cadeautje. Ik wil naar mijn cadeautje. Mijn cadeautje ging nu zeker leven. Of ben ik nou vierkant? Ik hoor gelach. Ik hoorde gelach. Boom. Left shift to run. Een rennende baby, wat de hel. Ik ben al blij dat ik kan lopen, joh. Achievement! Dankjewel, Michael. Hè? Dankjewel. Ik wil eerst even op expeditie in mijn kamer, want dat had ik dus de andere keer niet gedaan. En aangezien ik overal verdwaal, lijkt me dat wel handig. Via inspellen dan. Ik weet waar ik moet zijn. Ik weet waar ik moet zijn. Ik ga erheen. Blokken. Ik durf niet. Kussen? Waarom heb ik trouwens best wel girly kussen? Ik was toch een jongen? Hey, you found me. Ja, mijn cadeautje, Teddy. Wel nadat er zo'n gek geluid bij nice zit. Nice to meet you. Hey, what's your name? Henk. Denk ik. Weet ik niet, heeft mama niet verteld. Not much of a talker yet, eh? Nope. Let's play a game. Ja, is goed. Voetballen? Ik had daar eens voetbal gezien. I know. I'll hide the pink. Hey, we gingen toch voetballen? You're not looking. Die roze olifant? Die roze olifant, Teddy? Come here. Turn around and cover your eyes. Maar je hebt de roze olifant niet eens. Oké, 3, 2, 1, boom, boom. There. Dat was snel. Hij staat er echt niet meer. Maar hij valt wel heel erg op daar achter die kist. Vond ik de eerste keer ook al. Ik dacht, dat is wel heel overduidelijk. You found it. Ja, ik wil hem ook graag meenemen ook. Hallo, meenemen. Alsjeblieft, Teddy. Wow, is that a music box? Does it work? I don't know. Moet ik even testen? Ik neem daarvoor deze poef mee. Is het een poef? Is het een poef? Sterke baby. Weet je wat, deze? Leg dan maar neer. That's a nice melody. Ja, maar waarom? Waarom heb ik zoveel girly dingen? Dit is een ballerina, daar liggen allemaal girly kussens. Ben ik dan toch een meisje?
I don't know. Ja, nu, Teddy? Wat gaan we nu doen? Ik weet al wat jij wilt gaan doen. Jij wilt dat boek lezen. Oh, ik ben wel saai dat ik nou al weet wat hij allemaal wil doen. What's this? Een boek. Hey! Thirsty animals. Waarom? Je was toch nieuw, Teddy? Waarom heb je hier kapot? We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Prachtig, Teddy. Kan je me vaker voorlezen? Oh, Teddy? Heb je dat boek nog serieus? Had je dat boek in je buik? Hi. Is het echt 4 uur nu? Does it run? How do you start it? Lekker oud, die vriendelijk. Round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Ja, maar hij ging toch gewoon naar oud again? Ja! Round and round again. We need some place very dark. Oh, sla dat poppetje eens een keer op zijn arse shop. How about your closet? Ik was al onderweg, vriend. Oh, een sneeuwman. Hallo, meneer sneeuwman. Ik doe dit niet graag trouwens, nu in een kast kruipen. It has to be darker. Shut the doors completely. Ik hou niet van het donker. Laat even achter in de comments of jij vroeger bang was in het donker. Want volgens mij was ieder kind bang in het donker. Ik snap ook niet waarom mijn kind die begint te janken. I hope there are no monsters in here. Ja, zou leuk zijn. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Hug time! 3, 2, 1. A little bit safer. Ja, inderdaad een klein beetje maar. En wat doen hier die dozen in mijn fucking kledingkast? En hoezo is mijn kledingkast zo diep? Wat moet een baby met zo'n mega kledingkast? Wat is dit? It goes over and over again. My god, wat is dit? Waar ben ik? Is het nog wel mijn kledingkast? Ja, and I don't like it. Sorry dat ik zo stil ben trouwens. Ik ben even. Ik ben desoriënteerd in mijn klerenkast. Moet ik Teddy nou aanlaten of moet ik hem uitdoen? Ik was al het spoor aan het volgen. En ik weet niet of ik nou 10.000 rondjes al heb gelopen. En ik weet dat mama dadelijk de kast weer openmaakt. Maar ik wil weten of er ook nog iets anders spectaculairs hier is. Oké. Okay. Teddy uit. Teddy aan. Is dat niet mijn deur? Is dat wel mijn deur? There you are. What? What are you doing in the closet? Nou, Oh, are you playing with your new friend? It's Angs. Hello, Mr. Bear. Teddy. Nice to meet you. How are you today? Waarom kan niet praten? Ik haat het als mijn moeder zegt dat het gewoon een beer is, Mr. Blur. Nee, het is Teddy. I hope you had a good birthday, hon. Nou, nee. Ja, dat zou je nooit weten, kom mevrouw. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Yeah. Huh? Is it nou een little boy and girl are sleeping now all over the world, and they're waiting just
shouldn't keep them. Good night, Helen. Twisten! Nee, doe dat maar niet. Mam, je kan niet zingen. Trouwens, fun fact. Wie had vroeger ook van die lichtgevende sterren en zo op zijn kamer? Ik wel. Zo'n sterrenstelsel op mijn kamer. Alweer. Kijk, dit dus. Dan werd je wakker en dan zag je echt de sterrenhemel glow in the dark. Dat was wel heel fancy vroeger. Nee, je hoeft nog niet wakker te worden, vriend. Het is Teddy. Word wakker, Teddy. Ik vind het zo raar. Ik bedoel, je ziet geen hand of zo. En die deur was open. Dit is echt zo creepy. Auw. Maar even serieus. Check dit. Ik wil niet lullig zijn, hè. Maar dat bed stond hier. Het stond hier. Kijk even staan. Hier zo stond mijn bed. Want hier is die microfoon, of die babyfoon, die ik trouwens net al lang in dat bed had gegooid. Maar ik snap het niet. En hier is de muziekdoos met de ballerina. Wat doet mijn bed in het midden van de kamer? Het is wel heel opvallend, hè? Want het is wel echt een heel stuk verder weggesleept. En ben ik trouwens de enige die dit ziet? Mijn bed matcht wel heel goed met mijn pyjama. Wel fancy. Nou, ik ga kruipen. Ik kan je alvast verklappen, Q en E ga ik niet vaak gebruiken. Oké, sterke baby. Baby power. Die geluiden bevallen me echt niks. Ik probeer te luisteren wat ze allemaal zeggen, maar... Trappenhekje op slot, heel verstandig. Tijd voor de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in de wasmachine. Laat maar lekker draaien, even in de wasmachine. Oh, het geluid kwam uit de wasmachine, dat was Teddy. Ik zat er even te letten, maar... Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Goed plan. Maar als mama je niet in de was heeft gedaan, wie dan wel? I mean, iemand heeft je in de was gedaan. En misschien is het wel verstandig als deze er terug in gaat dan, zeg maar. Kom op, baby power. Niet? Ja, maar dan zien ze dat ik hier ben geweest. Dan niet. Waarom kan ik die eigenlijk niet optellen? Oh my god. Wat was dat voor geluid? En hoezo is dat trappenhekje in één keer open? Ik snap het. Stapje voor stapje, voetje voor kruipje. Armpje voor armpje. Waarom flikt de baby niet gewoon van de trap af? Dan moet ik janken en dan komt mama meteen. I swear it. Oh,
Oh, hij apert een beetje, sorry daarvoor. Nee. Waarom zag ik een flits? En waarom ligt hier een tekening? Don't get it, bro. Oh, ik schrik echt iedere keer van zoiets. En dat zijn dingen die heel vaak terugkomen in dit spel. En ja, ik ben echt een pussy. Ik pak een perzik of nectarine, geen idee wat het is. En ik pleur hem daar neer. Wait, is dit net gevallen? Kan ik hier nog een soort van compleet ding van maken? Ik ga ook gewoon even staan, dat is makkelijker. Maar kan ik deze oppakken? Waarom deze wel? Oh, niet in het glas gaan staan, kleine grote vriend. Oh mijn god, jongens. Ik ben het zo niet gewend. Ik wil hier in. Mag ik hier in? Nou, dan wil ik in ieder geval die tekening. Ik kan ook in de koelkast misschien. Lijkt me alleen niet zo verstandig, denk ik, een baby in de koelkast. Wat is dit? Frakkels. Is dat een wereldgerecht? Want ik kan er echt niks van lezen. Dicht. Wat was dit? Mijn fles! Mijn fles! Dan moet ik die stoel hebben. Hallo, ik zei ik moet die stoel hebben. Oké, dan moet ik die stoel niet hebben. Dan maar. Als dit goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. Waarom kan ik die stoel niet pakken? Dit kan ook niet gezond zijn met mijn handen in de scherven. Ik kom bij jullie terug als ik de stoel... Oh, ik heb hem. Ik heb hem! Soort van. Niet uitvallen camera, want mijn camera is bijna vol en... Waarom lukt dit niet? Ben ik echt zo stom? Ligt echt een stomme flesje dan? Oh, toch wel. Ah ja. En daardoor. Sterke baby. Daarheen. Sterke baby power. Ja, stoel, kom mee. Nee. Kom maar, stoeletje. Kom mee! Ik moet die deur toch open krijgen. Dan moet ik toch die stoel voor hebben. Don't get it. En die stoel dan? Pak je deze stoel? Ja, oké, het wordt deze stoel. Het wordt deze stoel. Toch knap dat ik... super baby ben en mijn handen niet gebruik. Super baby kan een stoel meenemen. Ga dicht, la. Kan een stoel meenemen zonder een ander te gebruiken. Van je krachten moet je het hebben. Oké, we gaan naar de andere kant. We gaan de stoel trekken.
zou echt al, als ik een baby was, zou ik echt al 20 keer zijn begonnen met krijsen. Want ik wou die stoel meenemen. Ja, ja, ja. En wat hier achter de deur zit, is, ben ik bang, iets voor de volgende aflevering. Dus ik sluit bij deze mijn ogen. En ik ga nog wel even verder met een nieuwe aflevering voor jullie maken. Maar ik sluit voor deze aflevering, sluit voor hier af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet ook zeker niet even Michael's afspeellijst te checken die ik hierboven in het i'tje zou linken. Mocht je het leuk vinden om meerdere Among the Sleep afleveringen te zien. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Doei!